De eerste aflevering van deze cursus bedoeld voor de leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs. Periode 1991 tot 1994 krijgt per jaar een kwart van de basisscholen 1 computer per 60 leerlingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De afdeling die dat regelt heet het Comeniusbureau. Daarom wordt de computer ook wel de Comeniuscomputer genoemd. Behalve de computer krijgt elke school ook het zogenoemde startpakket. Daarin zitten de softwareprogramma's waar de scholen mee aan de slag kunnen. Deze Telia-cursus is bedoeld voor die scholen voor basis- en speciaal onderwijs die dit cursusjaar de Comeniuscomputer hebben gekregen. Het uitgangspunt is dat elke school die de Comeniuscomputer krijgt meedoet aan het printproject. De activiteiten van print, het project invoering nieuwe technologieën, worden uitgevoerd door de samenwerkende onderwijsbegeleidingsdiensten en de PABO's in de verschillende regio's. Er is al een aantal dingen gedaan. Er is een informatiebijeenkomst geweest voor de directie en het bestuur van de deelnemende basisschool. En daarna was er een training voor de schoolleider om zich voor te bereiden op de komst van de computer. Ook de computers werden toen aan de scholen geleverd. Voor 1 leerkracht van de school begon tevens de cursus activiteitencoördinator. Nu deze cursus bijna is afgelopen, is het team van de school aan de beurt om met de Comeniuscomputer kennis te maken en er vertrouwd mee te raken. Dag dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van Computers in het Primair Onderwijs. We hebben 8... Ja, zet hem daar maar even neer. We hebben 8 televisieuitzendingen, 8 radioprogramma's en een uitgebreid cursusboek. En we zijn van plan om alles zoveel mogelijk synchroon te laten lopen met de manieren waarop u of uw school de computer zal gaan invoeren. Eerst maakt de leerkracht kennis met het gebruik van de apparatuur en de programmatuur. Kijken, wat moet je nou doen? Dan maken we kennis met de programma's voor de leerlingen. Daarna stellen we de consequenties van het computergebruik in de klas aan de orde. En tenslotte geven we een visie op de computer als geïntegreerd onderdeel in het onderwijs van de toekomst. Zo, de computer staat op school. De activiteitencoördinator die weet er al veel van af, want die heeft daar een speciale cursus voor gevolgd. Er waren collega's die zelf al geïnteresseerd waren, maar nu krijgen we er allemaal mee te maken. Alle scholen hebben dezelfde computer. Laten we eens gaan kijken wat we nou precies in huis hebben gehaald. De Comeniuscomputer is een hele aanwinst voor een school. Het is een krachtig apparaat met een behoorlijk geheugen, een grote opslagmogelijkheid en een harde schijf met 42 megabyte. Maar hij neemt veel plaats in en kan het beste op een wagentje worden vervoerd. Ja, dat betekent dat
als alle programma's die de school nu krijgt op de harde schijf staan, die voor 3/4 is gevuld. Als we die kast nu open doen... Kijk, dan ziet het er behoorlijk leeg uit. Hier zit een heleboel chips. Hier gaat uw schijfje in. Dit is de harde schijf. En dit is de voeding. Nou, eigenlijk hebben we hier natuurlijk vrij weinig mee te maken. Dus we gaan meteen door naar het eerste stuk waar we wel mee te maken krijgen. En dat is het toetsenbord. Het toetsenbord is een QWERTY-toetsenbord. Met die letters begint het, net als bij een typemachine. Bij de computer hoort ook een muis. En die beweeg je met je hand over de tafel. En daardoor beweegt het pijltje, de cursor heet dat ding, over het scherm. En dan de printer. De printer is een 9-naalds matrixprinter met goede grafische mogelijkheden. Het apparaat kan geen kleuren afdrukken, maar wel veel lettertypes en mooie plaatjes. In het Telia cursusboek kunt u in hoofdstuk 1 meer lezen over de onderdelen van de computer. Misschien zijn dit wel de eerste computers die bij u de school zijn binnengedragen. Maar dat is niet bij alle scholen het geval. Er zijn al heel wat scholen die al eerder computers hadden. Dus de beginsituatie is overal anders. Om nou een beetje vergelijkingsmateriaal te hebben, zijn we gaan kijken bij een aantal scholen die al eerder computers hadden. Zoals ook bij de ontmoeting in Eindhoven. Bert, wanneer zijn jullie met computers begonnen? In 1984 hebben twee leerkrachten hier op school een Commodore 64, die toen veel gebruikt werd, aangeschaft. Ja. We hebben daar nogal wat programma's voor verzameld voor de kinderen. Taalprogramma's, rekenprogramma's, wat aardrijkskundeprogramma's. Natuurlijk ook de bekende spelletjes. Voor mijzelf had ik daar toentertijd al vrij snel een Commodore 256 van gemaakt, omdat ik uitgehobbyd was in zo'n klein ding. Toen kon ik ook gemakkelijk daar de administratie van de school op laten draaien. Maar ja, na verloop van tijd wil je ook daarin wat sneller en wat beter gaan werken. Dus ik ben toen privé een personal computer gaan aanschaffen, een PC. Heb daar anderhalf jaar de schooladministratie mee gedraaid. Op dat moment was ik ondertussen al directeur geworden van deze school. Heb ik toen bij het bestuur aangekaart om ook de andere openbare scholen dus te voorzien van zo'n administratiecomputer. Ja, maar jij had de jouwe toch al zelf betaald? Ja, maar ik wilde graag op school zo'n computer hebben. Ja. Ik werkte er thuis alleen nog maar mee. Mm-hmm. En ik wilde graag op school net zo efficiënt kunnen werken als dat ik dat thuis zou kunnen doen. En dat moet ook kunnen. En nou, die toestemming heb ik gekregen van het bestuur. Ik heb dus voor alle scholen die we toen hier in Eindhoven aan openbaar onderwijs hadden, de schooladministraties geautomatiseerd, zeg maar. Zelf gedaan? Ik heb daar de apparatuur voor aangeschaft. Ik heb daar het administratiepakket op geïnstalleerd en een tekstverwerker. Ik heb voor de desbetreffende directies de opstapcursus verzorgd. Die hebben 4 avonden van mij een cursus gekregen om te leren omgaan met die computer. En die zijn nu allemaal zo'n anderhalf jaar bezig en dat draait nu. Ondertussen is print gekomen. Ja. En wij waren dus eigenlijk al op weg met de automatisering, met computers binnen de school te halen. En wij vonden het als team erg fijn om dan ook in het eerste tranchejaar binnen te komen. Dus met als proefschool, zeg maar, met Comenius aan de gang te gaan. Nou, toen waren jullie proefschool. En Marga, toen moest jij er ook achter gaan zitten, achter die computer. Ja, toen moest ik ook eigenlijk geloven. We hebben gewoon met de hele groep hebben daarvoor gekozen. We kregen van onze coördinator kregen we wat lessen, wat opdrachten op. We zijn daar 1 keer in de 14 dagen mee aan de slag gegaan. Eerst samen in kleine groepjes aan de computer, maar omdat we nog niet zoveel hebben, zit je met clubjes van 2 of 3 aan de computer. En zelf vond ik dat je daar niet zoveel van kon leren. Dus na schooltijd, als iedereen weg was, probeerde ik mezelf achter de computer te kruipen en alles te herhalen en wat verder door te werken. En eerst was ik er ontzettend op tegen. Ik wilde het eigenlijk niet hebben. Je vond het niet leuk? Nodig. Nee, ik vond het niet zo nodig. Waarom? Ja. Je hebt de potlood en papier en daar kun je ook alles eigenlijk mee gaan doen. Maar toen ik er echt mee bezig was, zag ik wat voor faciliteiten er allemaal in zaten en wat je er eigenlijk mee kon gaan doen. En toen ben ik het steeds verder gaan uitdiepen, dat ik zelfs tijdens de schoolvakanties de computer mee naar huis nam. En eigenlijk zoveel plezier krijg dat ik af en toe niet te stuiten ben eigenlijk. Wat kun je er allemaal mee doen? Je kunt er zelf ontzettend veel administratie mee bijhouden. Je kunt er, zeg maar, als je een typemachine hebt, zou je daar het een en het ander op uit kunnen werken. Maar een computer gaat dat ook heel erg goed. Zelfs nog veel meer voordelen. Als je op een typemachine zit en je maakt een fout. En het gebeurt vaak. Moet je het velletje eruit halen, een nieuw velletje erin zetten. Een computer kun je alles gaan verbeteren. Je kunt later nog iets invoegen. Als je het bewaart, kun je het later ook nog terugroepen. Als je iets vergeten bent.
Dus dat opent echt erg veel perspectieven. En hoe gebruik je hem in de klas? In de klas gebruik ik het om bepaalde programma's naar voren te brengen. Ik ben met clowns bezig geweest en met een rekenprogrammetje bezig geweest. Ik sta met een klein groepje kinderen om de computer. We hebben eerst even wat uitgebreid over de computer zelf gesproken. En daarna ben ik stapje voor stapje en elk onderdeel een beetje gaan uitdiepen. En heb ik de kinderen daarna alleen mee aan de slag laten gaan. En echt geprobeerd om alleen aan te laten werken. Ik ben zelf, ja, trek ik me dan terug. De kinderen kunnen elkaar zelf ook helpen. Omdat de kinderen het eigenlijk vrij snel oppikken en weten wat eigenlijk de bedoeling is. En elkaar graag willen helpen. Niet alleen het graag willen helpen, maar de computer is ook in het begin nog erg nieuw. En het wekt echt hun nieuwsgierigheid als ze bij elkaar toch even komen kijken. En ook eventueel hulp bieden. Ja. Bert, wat verwacht jij uiteindelijk van het Print Comenius project? Nou, wat we voor onze school gaan doen is in ieder geval een lijn uitstippelen voor het Doco Doorkijkprogramma. Waarvoor wij dus echt, waarna wij eigenlijk uit zaten te kijken om ons documentatiecentrum te automatiseren. Het rekenprogramma Wereld Rond Tafels en Globus als tekstverwerker zijn met name twee programma's die je in groep 3 tot en met 8 heel goed kunt gebruiken. Dus daar gaan wij volgend jaar echt mee aan de slag. En ik denk dat er voor de verdere rest aan software ook nog binnen de tekstverwerkingsmogelijkheden zitten voor alle leerkrachten. Deze leerkrachten gebruikten dus een aantal argumenten voor de invoering van de computer in de school. We zetten die argumenten nog even voor u op een rijtje. Efficiënte schooladministratie, verlichting van de taak van de leerkracht, automatisering van de leertaken. Goed, gaan we kijken naar een nieuwe som. Leg maar eens neer, 24. Ja, Tim doet dat heel goed. En bij de anderen levert dat ook geen probleem. Arjen, misschien moet jij nog eventjes ze boven elkaar leggen. Ja, prima. Goed, en dan gaan we er daar 6 van afhalen. Kan dat in één keer, Jeffrey? Nee, dat kan niet in één keer. Nee, wat kan er wel in één keer vanaf? De 4. Die 4 kan er in één keer vanaf. Haal die er maar alvast af. En leg die maar een heel eind weg. Prima. Zijn we nou klaar, Ineke? Nee. Nee, wat de pioniers in de scholen hebben ertoe bijgedragen dat er uiteindelijk is gekozen voor een grootscheepse aanpak. Nee. Computers op alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs. Uitstekend, doe maar. Een van de pioniers op het gebied van het computergebruik in het primair onderwijs is Ronald van der Pas van de Pastoor van Arschool in Den Haag. Ronald, wanneer zijn jullie met computers begonnen? Nou, dat was rond 1984, denk ik. Hele tijd geleden. Ja, toen verzamelden we net als heel veel andere leerkrachten vooral veel kleine programma's die allerlei kleine probleempjes behandelden. Dat was voor ons eigenlijk niet zo'n bevredigend geheel. We moesten heel erg vaak naar achter lopen bij de programma's, naar de computer toe en de kinderen opnieuw instellen. En dan kon het programma weer aan het werk. Wat bedoel je met instellen? We moesten dan iedere keer als de computer klaar was met een bepaalde leerling, moesten we naar achteren toe en het programma opnieuw instellen voor de volgende leerling. Die gegevens werden niet op de schijf bewaard. En toen ben je maar zelf gaan programmeren? Ja, toen ben ik samen met een collega, Peter Bouthorn, zijn we begonnen met het maken van programma's die de gegevens wel bewaarden en ook de voortgang registreerden. Dat is heel handig natuurlijk. Ja. Ja. Wat voor plaats heeft de computer bij jullie in het onderwijs? Nou, de computer heeft ons een hele duidelijke plaats. Het aanleren van allerlei problemen en het inoefenen daarvan, dat wordt door de leerkrachten gedaan. En het automatiseren, dat wordt door de computer gedaan. In het begin zat er voor het primair onderwijs weinig lijn in het beleid ten aanzien van het onderwijskundig gebruik van computers in de school. Vanaf 1984 neemt de overheid maatregelen om computers in te voeren. Via het zogenaamde Informatica-stimuleringsplan ontstaan er voor het primair onderwijs allerlei projecten, opgezet door de onderwijsbegeleidingsdiensten en de PABO's. Er wordt nog gewerkt met verschillende soorten computers. In 1988 wordt besloten tot standaardisering. Allemaal dezelfde computer, zodat veel meer nadruk kan worden gelegd op goede educatieve programma's. Het Print Comenius project is geboren. Peter en zijn nichtje. In dit project is gekozen voor standaardisering. Een MS-DOS-computer en als aansturingssysteem Windows. Dat MS-DOS is een heel veelgebruikte term, Peter, maar wat betekent het nou eigenlijk? MS-DOS, DOS staat voor Disk Operating System. Mm-hmm. En dat is een programma dat bestuurt de computer. Dat programma moet dus geïnstalleerd zijn op de computer. Wil de computer werken? Wil je er programma's op kunnen draaien? Maar het is een heel ingewikkeld programma
met hele moeilijke commando's die je allemaal uit je hoofd moet leren. En daarom is het een erg onvriendelijk systeem. En daarom heb je daar nog weer Windows over. Juist. Windows is een programma dat ligt als een schil om MS-DOS heen. En Windows, daar kun je DOS mee besturen. Dus DOS bestuurt de computer. Juist. Windows bestuurt DOS. Juist. En als het goed is, bestuur ik Windows. Dat ja. Ik heb alleen met die schil te maken. Juist. Jij krijgt als gebruiker alleen maar Windows te zien. En Windows is heel gebruikersvriendelijk. En dat werkt met een zogenaamd WIMS-systeem. Een WIMS-omgeving werk je. En wat betekent WIMS dan weer? WIMS betekent Windows, Icons, Mouse, Pull-down menus en scrollbars. Oh, dus WIMS is een samenstelling van de eerste letters van al die woorden. Juist. Zal ik je het even laten zien? Kijk, dit is een venster, een window. Ook als ik de lerarenmap open, staan de plaatjes weer in een venster, een window. In dat window zie je allerlei plaatjes, dat zijn de icons. Pictogrammen, zeggen we wel. De plaatjes en waar staan van... die pictogrammen ja, over? Dat zijn allemaal programma's natuurlijk, die je straks kunt openen. Ik doe dat, ik wijs dat allemaal aan met de muis. Mm-hmm. En ik kan ook de pull-down menus met de muis openen. En hier zie je dan al die commando's die je vroeger in DOS in moest typen. Die kan je gewoon kiezen hier. Ik kan dit venster weer sluiten. En ik open de leerlingenmap. En dan zie je dat ik ook soms van die scrollbars heb. Schuifbalken. Zo kan ik bijvoorbeeld zoeken waar het programma staat. En hoe maak je nou zo'n programma open? Nou kijk, ik zoek het programma op wat ik wil openen. Bijvoorbeeld, ik wil het programma Clowns openen. Ik klik dubbel op het plaatje van Clowns, het pictogram. En het programma gaat beginnen in Clowns. Kind kan de was doen. Kind kan de was doen, precies. Bij de computer wordt het startpakket geleverd. Daar zitten zowel programma's in voor de leerkracht als voor de leerlingen. Twee groepen programma's dus eigenlijk. De leerlingwerkomgeving zit in de leerlingenmap en de leerkrachtwerkomgeving vindt u in de lerarenmap. In de leerkrachtwerkomgeving zijn tekenen en tekstverwerking de belangrijkste onderdelen. Tekstverwerking zal van alle programma's het meest worden gebruikt. Een brief kan nog worden verfraaid met een plaatje. Daarvoor hoeven we het tekstverwerkingsprogramma niet uit, maar kunnen we de brief laten staan en overgaan naar een tekenprogramma. In het tekenprogramma kunnen we standaard plaatjes gebruiken of plaatjes oproepen die we zelf al eerder hebben gemaakt en bewaard. We moeten daarvoor eerst zoeken waar het plaatje zich bevindt op de schijf. Als we het plaatje oproepen, merken we wel dat de computer tijd nodig heeft om de tekening op te bouwen. Dit komt doordat de tekening bestaat uit verschillende onderdelen die stuk voor stuk op het scherm getekend worden. De gehele tekening is nu zichtbaar op het scherm. En ook wordt zichtbaar dat de tekening veel te groot is om zo te gebruiken in de brief. De grootte is geen probleem. Een tekening kan naar wens worden vergroot of verkleind door een hoek van de tekening met de muis te slepen naar de gewenste positie. De tekening wordt in dit geval zo verkleind dat deze direct is te gebruiken in de brief. Het tekeningetje wordt dan geknipt, zodat het nu bewaard kan worden in het interne geheugen van de computer. Dan gaan we weer terug naar de brief, die ook nog steeds op het scherm staat.
plaatsen de cursor op de plaats waar we het tekeningetje willen hebben en kiezen het commando plakken. Het tekeningetje dat opgeslagen is in het interne geheugen wordt nu op de juiste plaats in de brief geplakt. Na het printen kan de brief op de kopieermachine. In het startpakket zitten twee tekstenwerkingsprogramma's. Er zit een eenvoudig tekstenwerkingsprogramma in bureauaccessoires. Ik zal de map even openen. Dat tekstenwerkingsprogramma dat heet Write. Mm-hmm. En er zit een wat professioneler tekstenwerkingsprogramma in de lerarenmap. En dat programma heet Word for Windows. Ik zal het even openen. Dit is het werkblad van Word for Windows en je ziet dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn. En dat tekenen? Dat doen ze met een tekenprogramma. Er zijn twee tekenprogramma's in het startpakket. Een eenvoudig tekenprogramma, dat zit in bureauaccessoires. En dat tekenprogramma dat heet Paintbrush. En er is een professioneel tekenpakket. En dat zit in de lerarenmap. En dat heet CorelDRAW. In de lerarenmap zit ook het leerkrachtgedeelte van Wereld rond tafels. Daarmee kan de leerkracht voor ieder kind afzonderlijk het programma instellen en de vordering van de leerling bekijken. Dan iets over de leerlingwerkomgeving. Jonge kinderen werken met verschillende ontwikkelingsmaterialen. Nu kan de computer ook een bijdrage leveren. Het programma Clowns biedt daartoe 9 verschillende onderdelen. Kleur en vorm spelen daarin een belangrijke rol. Een hulpmiddel bij het leren van de tafels is het programma Wereld rond tafels. Thuis in het milieu is een programma dat past in het projectonderwijs in de hogere groepen. Met dit programma moet een kind een week lang milieubewuste huishouding doen. En aan het einde van de week wordt de milieurekening gepresenteerd. De computer kan ook een belangrijk hulpmiddel zijn in het documentatiecentrum. Met het programma Doku Doorkijk leren de kinderen zelfstandig informatie opzoeken. Globus is een geïntegreerd pakket voor leerlingen. In dezelfde werkomgeving zitten tekstverwerking, tekenen, een kaartenbak, grafieken en een rekenmachine. In het kastje kunnen de kinderen het document bewaren en oproepen, zoals deze tekst voor een taalproject. De Comenius computer,
Het programma Windows en de programma's uit het startpakket lijken een goede basis te vormen voor succes met het printproject. We hopen dat u zelf met de computer en met de software aan de slag zult willen gaan. Eerst misschien alleen en daarna met de leerlingen. En dan zien we u graag volgende keer weer terug bij uitzending 2. Persoonlijk gebruik ik de computer, heet die uitzending. En het zal dan gaan over teksten werken en tekenen met de computer. Graag tot dan.